als we 30 compressies hebben gedaan, gaan we door naar de ademhaling. Je ziet, de handen is exact precies één als wat we net hebben, alleen je ziet nou hier de vingers bij de neus. Twee vingers blijven bij de kaak. De kaak gaat naar het plafond toe. En je blaast lucht hierin. En ja, kijk met één oog over de borstkant en je hoopt gewoon dat hier die centimeter gewoon een stukje omhoog komt. Op het moment dat hij hier omhoog komt, kan je direct stoppen met inblazen. Dit is van belang. Plaats je handen in het midden van de borstkas, 30 keer induwen, daarna 2 keer beademen en hier vandaan gaan we direct door weer naar 30 keer de borstcompressies. En we gaan direct weer door, 2 keer beademen. Gaat het? Wilt u zo vrij even bijblijven? Hand voorop, 2 vingers. Kijken, luisteren, voelen, 10 seconden lang. Wilt u voor mij 1 en 2 bellen? Ik start een reanimatie en op zoek gaan naar een ADB. Zachtjes, dat is lekker. Zo, dat is mooi. Hallo, ja. Gaat het? Hey, is er achter jou is er nog iemand? Laat kijken, luisteren. Gaat het? Hallo, gaat het? Hallo, gaat het? Moet je wel weten waar het ligt. Ik kijk over je buik en je hoofd van hart, zit de buik echt. Gaat het? Gaat het? Hallo? Gaat het? Ja, dat nu in de twee wel. Ja. En wat was er nog een voor jou? ID halen en terug. Nee, nee, ga reanimeren. Dit keer. Leus inblijven. Ja, en gewoon als eerste aanzetten. Apparaat gewoon aanzetten. Trainingsgebruik. Roep op hulp. Verwijder elektroden uit verpakking aan de achterkant. Elektroden op een grote borst, zoals afgebeeld. 1. Stop reanimatie. Stop nu. Raak de patiënt niet aan. Analyse hartritme. Raak de patiënt niet aan. Dit was het interessante. Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Druk op knip. Schok 2 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie.